Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel moois maken met een industrieel frame. Ik weet dat jullie daar gek op zijn. Dus heb je er zin in, doe alvast even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dat blijft de hoogte van alle leuke video's. En er komen nog heel veel leuke kerstvideo's aan, dus dat zou ik superleuk vinden. Dus druk eventjes op die abonneerknop. Weet je niet helemaal hoe dat werkt, mag je me altijd even een berichtje sturen. Daarmee help je mij ook groeien en zorg je ervoor dat ik dit soort video's kan blijven maken. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, vind je het onder kopje cursuspakketten. Vandaag gaan we dus aan de slag met dit mooie industriële frame. Officieel zou je er ook een vaccin in kunnen doen. Maar wij gaan er een mooi bloemstuk in maken. En je kan hem natuurlijk op allerlei verschillende manieren opmaken. Allereerst gaan we eventjes een waterschaaltje lijmen op de vaccine houden. Zo hebben we iets meer ruimte voor de oase en ook met water is het wel makkelijk. Dan heb ik een oase rondje en deze komt hier straks bovenop. En we willen natuurlijk het schaaltje niet echt meer zien. Dus allereerst gaan we dat even wegwerken met een aspidistra blad. En die vouw je eromheen. En zet je dan eventjes vast met een krammetje. Zetten we ook even vast. En aan de onderkant van het schaaltje doen we wat mos en dit maken we vast met wat lijm. Zoals je ziet hebben we dan een mooie basis. Als het nodig is doe je er even wat extra mos omheen. Mooi compact. Nou, zo werk je het schaaltje mooi weg. Dan voegen we als eerst wat kerstgroen toe. Je maakt de onderkant even schoon van het kerstgroen, dus als je een takje hebt. Ik gebruik de takjes niet te lang, dus je kan gewoon prima de zijtakjes gebruiken. Maak je de onderkant eventjes schoon. En die steek je dan in het stuk. En dit doe je met wat divers kerstgroen om zo eventjes een basis te zetten. Zoals je ziet heb ik nu een hele mooie basis, een mooie neutrale basis. Het mos in combinatie met aspirista, dat maakt het weer wat rustiger. En dan het kerstgroen. Dat steek ik kort en gemengd op. Dan gaan we nu verder met de bloemen. Straks zetten we er ook wat mooie lampjes in, dus dat is ook gezellig. En natuurlijk wat kerstmaterialen. Ik heb dan een mooie zuiderwindlelie. Die steek je er goed diep in weg. En deze kan je straks mooi buigen in het frame, dus dat maakt het straks heel apart. We laten hem nu eventjes zo zoals hij nu is, maar ik bepaal al wel vast de lengte.
Dan gebruik ik ook wat Lysiantus. En ook die verdeel ik in het stukje. Rondomheen. Afhankelijk van hoeveel knoppen jouw Lysiantus heeft, verdeel je dat. Dan heb ik nog een prachtig glittertakje. Mag wel een klein beetje kerst in natuurlijk. Deze kan je wat korter verwerken, maar je kan hem ook wat langer laten. En ik voeg ook een mooi gewijtje toe. Ik haal eventjes het haakje er voorzichtig af wat in zit. Je kan hem bestellen in het, met een wit gewei, een gouden gewei en een rosé kleur gewei. Dus dan kan je zelf kiezen wat je leuk vindt om toe te voegen in jouw stuk. Om zo nog wat kleur toe te voegen. Ik zet hem erbij tussen en zet hem even vast met een krammetje. Vaak blijft hij er ook wel gewoon zo tussen zitten als je dat mooier vindt. Maar voor het vervoeren is dit wel makkelijker. Zo houden we hem mooi neutraal. En dan heb ik nog een glitter kerstboompje subtiel. Ook heel leuk. Daar stop ik, dat is gewoon piepschuim. Dus daar doe ik eventjes een satéprikker in. De bovenkant kan je er aan laten, maar je kan hem eventueel ook even voorzichtig afdraaien. En ook deze steek ik erin. En zo hou je hem heel mooi, ja, winters eigenlijk. Dan gaan we berengras toevoegen. En die ga je van verschillende kanten erin aanbrengen. En deze gaan het stuk straks heel apart maken. Dat is echt super leuk. Nou, zoals je ziet heb ik hem nou vanuit alle kanten heb ik wat berengras gepakt. En we maken daar een knoopje in, zodat het weer vast zit aan het frame. En je het zo verbindt met het frame en je een heel apart stuk krijgt. Dus daarmee maak je hem echt heel erg leuk. Heel voorzichtig doe je dat. Zie ik dat aan deze kant wel net nog eentje extra erin mag. Soms is het ook goed om dan net eentje er even buiten te laten. Dan kun je op het laatst kijken waar je dan nog net eentje doet. Ik zorg altijd dat de pakketten mooi en goed gevuld zijn. Dus je krijgt voldoende materiaal. En soms, zoals nu, denk ik ook van, deze zit nog net iets te wijd, dus die maak ik eventjes iets strakker. Dat kan je later natuurlijk altijd nog even een klein beetje aanpassen. Superleuk. Dan gaan we nog eventjes, je kan de zuidenwindlelies zo houden, maar je kan hem nog eventjes vastmaken aan de buitenkant en vastmaken met een ijzerdraadje. Als laatste voegen we er nog eventjes wat ledlampjes aan toe.
Wat je kan doen is hem op dezelfde manier, dat is wel heel leuk, met het berengras er gewoon omheen wikkelen. Je krijgt dan echt diepte en maakt hem heel apart. Je kan hem ook alleen om de onderkant doen van het waterschaaltje. Wat je daarin zelf het leukst vindt. Het kastje werk ik altijd eventjes een beetje weg. Tussen het mos. En zoals je ziet hebben we dan een heel apart en leuk stuk. Echt heel gaaf als je het mij vraagt. Deze komt bij mij in huis. Je kan de lampjes natuurlijk maken zoals je zelf wil en zelf leuk vindt. En zoals je ziet hebben we dan echt een apart en heel mooi industrieel bloemstuk voor kerst. Wil je dit pakket nu bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder een kopje cursuspakketten. We zijn door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het toe moet, het komt gewoon naar je toe. En je kan de gewenste datum aangeven. We verzenden van dinsdag tot en met vrijdag, dus dan kan je zelf kiezen wanneer het jou uitkomt. En je kan het natuurlijk helemaal naar eigen stijl maken. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deelt op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Heb je geen Facebook of Instagram, dan kan je ook een review achterlaten op Google. Dus dat kan ook altijd, superleuk. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk, doe even een duimpje omhoog. En laat weten wat je meer wil zien op mijn kanaal. En dan zien we mij de volgende keer weer.